Hallo, ik ben Demi en ik ga jullie vandaag een dagje meenemen in wat ik eigenlijk dagelijks doe. Ik begin mijn dag eigenlijk altijd bij de paarden. Vooral de jonge paarden die gaan direct naar buiten. Dat is rond 7:45 ochtends. En dan ga ik 2 andere paarden rijden. En daarna gaat de rest ook naar buiten. En meestal ga ik daarna gelijk trainen, zodat ik mijn training nog optimaal kan afwerken. En daarna begin ik pas aan alle stalwerkzaamheden, zoals de stallen mesten en dat soort dingen. Alleen op dinsdag is het een soort van een aangepaste planning. Want mijn lesgeefster komt dan aan huis bij mij. En die komt pas om 11 uur, dus nu ga ik eerst wat paarden buiten zetten. En dan ga ik eerst stalwerkzaamheden doen en daarna lessen. En dan vanmiddag heb ik een training op de rollen opstaan. Dus dan is de dag iets anders ingedeeld. Dus dit is onze stal. Momenteel hebben wij 10 paarden. Het is nu 9:30 en alle stallen zijn klaar. Dus nu moet ik eigenlijk nog een uur wachten totdat ik kan beginnen voor me klaar te maken voor de lessen. Ik zal als eerste lessen om 11 uur met mijn paard. Dan heeft mijn zusje een les met haar pony en daarna zal ik met mijn tweede paard weer lessen. Ik heb nu nog een kleine 35 minuten voor mijn les. En ik ben nu papa nog even gaan helpen met aardappelspoten. Omdat er iemand achterop moet staan. En mijn opa en mijn neef zijn ook hier bezig. Mijn eerste les is klaar. Dit was met Keizerin. Het is een 5-jarig paard. En ik ben haar zelf nog aan het opleiden. Ik heb er nu bijna 1 jaar is ze van onszelf. Dus nog niet heel lang. Mijn vader heeft nog een klein stukje van de les gefilmd. Dus dat zal ik toevoegen bij het filmpje. Waar ik op ga. Dit is een 3-jarige waarmee ik een aantal weken nu bezig ben om die te beleren. Ik ga er vandaag voor de 2e keer op en de eerste keer met begeleiding, dus ik ben benieuwd. Het is ondertussen 2 uur en ik zit nu op de rollen. Ik heb een blokkentraining van 2 uur, dus ik heb me in de zon gezet. Lekker warm. Zo, mijn training is afgewerkt. Ik moest kijken hoe het gevoel was en aan de hand daarvan moest ik kijken hoeveel blokken ik deed. 3 à 6 blokken en ik heb er 5 afgewerkt. Al was het gevoel niet super goed, maar toch redelijk oké. Nu ga ik nog een shake maken, daarna wat stretchen en dan lekker douchen. Ja.
half 5 en ik ga nu het huis nog schoonmaken voordat mama terug is van haar werk. Nu de paardjes naar binnen halen. Dit doe ik eigenlijk altijd rond 5:30, 6:00. En dan krijgen ze ook gelijk te eten. En ik ga en de lampjes krijgen een flesje. Ik heb de paarden net de laatste voerbeurt gegeven. Het is nu 8:15. Nu is mijn dag eigenlijk wel eind klaar. Dit was dus eigenlijk een gewone doordeweekse dag voor mij. Dit is eigenlijk alles wat ik op een dag doe. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En ja, bedankt voor het kijken.